De minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, heeft gisteren in DNA aangegeven dat zijn ministerie verantwoordelijk is voor de staatsgelden. De bewindsman sprak tijdens de openbare commissievergadering over de wijziging van de comptabiliteitswet. Het wetsontwerp handelt over het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën. Hoefdraad is blij met de ondersteuning van het parlement. Hij gaat in op de taken van zijn ministerie. Wat ik hier ook wil benadrukken, zodat wij ons kunnen concentreren op wat ik eerder aanhaalde ten aanzien van binnen het kader van het verbeteren van de comptabiliteitswet, dat het ministerie van Financiën belast is op het toetsen van de doelmatigheid van de gelden. Het ministerie van Financiën gaat geen begrotingen micromanagen. Het ministerie van Financiën gaat ook niet bepalen voor ministeries wat zij wel of niet willen besteden op hun begroting. Wat wij toetsen is als wat besteed is conform de regels, conform de wetgeving is. DNA-voorzitter Jennifer Simons, die de hoofdinitiatiefnemer van dit wetsontwerp is, vindt dat er in de geschiedenis vaak wetten zijn overtreden zonder enige sanctie. Minister Financiën, aan de ene kant inderdaad kijken we goed ernaar dat we inderdaad niet krijgen dat de minister van Financiën een soort van superminister is die gaat bepalen voor de vakministeries wat ze moeten doen. En u heeft het correct gezegd, dat willen we ook niet, maar ik denk ook niet dat de bedoeling is. We werken daaraan. Maar de andere kant is dat we zien dat er toch voorwaarden gesteld worden aan het beleid van de ministers, aan de uitvoering van hun begroting en dat volgens ons sancties ontbreken. En wij kijken in de DNA steeds meer ernaar dat we toch wel niet zoals vroeger wetten maken die maar gewoon openstaan en we hebben heel wat van ze, waarbij bepaling in de wet is, er geen sanctie is en we zien in de historie dus dat vaak de dingen gewoon worden overtreden zonder verdere vorm van sanctie. DNA-voorzitter Jenny Simons, vicevoorzitter Melvin Bouva geeft aan dat er een nota van wijziging komt waarbij enkele artikelen zullen worden aangepast.